Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. De twee kindjes zijn al lekker vroeg wakker. En vandaag heb ik mijn bloemetjesgordijn aan. Ik heb geen zin in een broek aan te trekken of wat dan ook. Oh, mensen. Ik trek gewoon lekker een groot jurkje aan. En de twee hebben al allebei hun fles op. Alleen Liam wil zijn fles niet opdrinken, dus die geef ik dadelijk nog extra water. Want ja, hè, moet toch vocht hebben. En Jordi die heeft in principe wel goed geslapen, maar was wel op tijd wakker vanochtend. Hi. Hi. Je ziet je broer weer te etteren. Ja, dus. Nee, dat gaan we niet doen. Je mag niet je broer etteren. Ja. Ik ga ze dadelijk heel even hier de mat stofzuigen. Zodat ze wat meer vrijheid hebben. En meer kunnen spelen. Dus dat ga ik even doen. En ja. Het is echt vroeg, want het is bijna 8:30 en normaal ja, is Jordi nog niet wakker. En nu was hij al wakker. Kindjes liggen op bed en slapen. Wat waren ze vandaag zo chagrijnig en moe. Ik heb niet veel kunnen filmen, want ja, ik had om de 5 minuten wel een kind die chagrijnig was en mama wou hebben. Dus ja, dat dus. Die dagen hebben we er gewoon bij zitten. En dat is prima. Dat mag helemaal. Maar voor nu ga ik heel eventjes eten. Bankzaken doen. En even uploaden. Jordi sliep eindelijk. Toen werd Liam weer wakker. Nu is Jordi en Liam wakker. En zijn ze koekje aan het eten. En in hun eigen wereldje aan het zitten. Dus ja, dat is nu op dit moment mijn ding. Maar ik heb echt... ik ben kapot. Maar ik doe nu ook even extra rustig aan. Want morgen hebben we een belangrijke dag. Want dan wordt Liam 1. En ik moet vanavond versieren. Dus ja. Yeah. Dus dat gaan we straks ook nog even doen. En opruimen en dat soort dingen allemaal. Dus ja. En ik heb vandaag ook nog belafspraken gehad. Dus ja. Ik heb sowieso een belafspraak voor Jordi gehad. Omdat ik het vermoeden heb van hooikoorts. En hoe dat we dat moeten doen en alles. En ik heb met mijn internist contact gehad. Omdat eigenlijk zou ik bloed moeten hebben geprikt. Maar dat gaat gewoon niet lukken. Ik kan niet zo ver lopen nu meer. Heen en terug. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus ik had met haar een gesprekje erover en zo. Dus nu doen we bloedprikken 6 weken na mijn bevalling. Dus ik hoef daar nu even niet op gecontroleerd te worden. Dus ja. Maar het is gewoon even lichamelijk gewoon zwaar aan het worden. Dus maar goed, ik ga heel eventjes verder op mijn kindje letten. En zo weer een luier verschonen, want Jordi die heeft volgens mij alweer een flinke luier. Morgen is onze jongste tellig jarig. En we hebben versierd, hè Niels? Mm-hmm. We hebben... Versierd. We hebben van Nijntje. Hebben we wat versiering. Ook de slingers hierachter. En van 1 jaar. En we hebben hier ook slingers hangen. Dus ja. Wij gaan hier heel eventjes opruimen. En de cadeautjes klaarzetten. En zorgen dat wanneer Liam morgen... wakker wordt, dat de cadeautjes klaarstaan. Cadeautjes. Ja, leuk hè? Ja. Dan is dat weer 1 jaar geleden. En dan over 3 weken komt de nieuwe alweer. Ja, inderdaad. Maar voor nu gaan we eerst genieten van de verjaardag van Dia. Zeker. En papa is morgen vrij. Ja, papa is morgen vrij. Uiteraard. Dus die gaat morgen ook lekker mee verjaardag vieren hè? Mhm.
ons kleine mannetje. Een hele goede morgen. Er is iemand jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de piepe de piep. Hoera! Hiepe de piepe de piep. Hoera! Hiepe de piepe de piep. Piep. Gefeliciteerd, schatje. Gefeliciteerd. Het is alweer 1 jaar, hè? Ja, ik ben alweer 1 jaar. Ja. Zeg maar, de mama, normaal ben je nooit zo vrolijk 's morgens. Kijk eens. Wauw. Hebben papa en mama het gewoon voor jou versierd? Wauw. Ja, is mooi, hè? Hij is helemaal gerompeld. Ja, gaar hem. Goed zo. Een Nijntje. En Joef gaat je dadelijk ook feliciteren. Krijg jij een cadeautje? Ja, ga je lekker met papa uitpakken. Mag ik de volgende met mama uitpakken? Doe maar pakken. Goed zo. Ja, wat zou het zijn? We hebben nog niet echt open met jou, hè? Nee. Oh, wat is dat? Uitpakken die over jou. Heb jij een cadeautje, Liam? Yes. Wauw! Oei! Oei! Verslikt hier je. Moet je zo doen, zo. Nu zo. Hier. Ja, het is een cadeautje. Wauw! Zullen we die ook uitpakken en op de grond zetten? Kun je kijken, hè? Ja! Ze gaan.
groot cadeau. Vind je die leuk? Yeah. Moet je een knopje duwen? 1, 2, 3. Oh, wacht. Goed zo. Je hoeft niet te beschermen. Hallo, ik weet dat het je vriendinnetje is, maar daar is het speelgoed, hè, vriend. Vingertje. Deze vindt hij minder leuk, want hij heeft echt al de leukste gehad, papa. Kijk, want daar staat de aap. Kijk eens. Kun je papa net als naar papa bouwen? Heb jij ook je gereedschapkist? Ja. Kun je samen met papa bouwen? Wauw. Vet cool, hè, papa? Een schroevendraaier. Ja. Had je gewoon een cadeautje gekregen van de buurtjes? Van de buurman die ook jarig is. Ja, zullen we eens kijken? Wauw! Het is een horloge. Wauw! Smartwatch. Dat de buurvrouw altijd doet kijken, hè? En dan zeggen we dankjewel, buurvrouw! En buurman! En kindjes! Ja! Mama taartje maken? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Wat is dat? Mm-hmm.
jij hem ook zo mooi vindt, mag jij hem ook even lenen. Ik? Lekker hè, Jordi? Zal ik hem gelijk even ophangen? Ja. Wow. Kijk, dit is een goede plek. Oh ja. Heel mooi. En wist je, Gijs, dat dit een koekoeksklok is? Nee. Ja, elk uur als hij slaapt komt er een vogeltje uit. Wat? Of dan koekoek. Echt? Ja. Komt er een vogel uit de boek? Papa. Wie gaat er naar bed? Het feestvarken. Ja. Had hij net nog een cadeautje gekregen, hè? Ja. Van oma Bas en tante Jon en de kindjes. Heeft hij een nieuwe mat gekregen voor op zijn nieuwe kamer. Vet cool. Yay. Ja. Hij vond hem wel leuk, hè? Ja. En is hij gelijk op gaan spelen en lekker met zijn voetjes eroverheen. Ja. Misschien dat hij al op zijn oude kamer nog komt te liggen. Maar dan moeten we eerst even kijken hoe dat we doen met traphekjes. Ja. Nou, dat komt wel weer goed. En Jordi gaat dadelijk... Ik denk dat het toch eerst zijn nieuwe kamer wordt. We gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Maar eerst gaat dadelijk Jordi nog eventjes de fles krijgen. En die gaat dan ook lekker slapen. En dan hebben papa en mama nog even een afspraak met Stichting Mee. En dan is Liam alweer bekant wakker. Hey kleine jarige Job, nu ben je nog jarig hè? Nog wel zeggen we dan hè? Ja, was net je grote neef Milo even geweest hè? Even met jou te spelen. Ja. De kindjes die krijgen nu lekker een flesje. Papa zit daar met Jordi. En hier zit kleine Liam. Alweer 1 jaar. Hé, wat? Ja. Je bent goed verwend vandaag, hè, met deurbezoekjes. Ja. Hoe voelt dat nou, papa te zijn van een kindje dat 1 jaar is? Blij als hij weer op bed ligt. Hij ligt nou toch op bed? Mm-hmm. Volgens mij slaapt hij zelfs al, of niet? Het is wel heel stil. Nee, de babyfoon staat aan. Dus. Ja. Jordi zit nog even te spelen. Even rustig te worden. Mm-hmm. En we moeten ook nog eventjes uitleggen dat we de kinderarts hebben gesproken. Ja, Jordi heeft een hoestdrankje. Nee. Een drankje gekregen tegen hooikoorts. Ja, een soort van antihistamine drankje. Joef. Joef. Kom. Hij doet het ook heel lief, hè? Ja, Jordi. Ja. Hem weghalen. Ja. Hij doet Jordi. Liam slaapt nog niet. Nee. Jordi doet heel lief, je hoeft wegduwen. Mm-hmm. Maar Jordi heeft een soort antihistamine drankje gekregen. En die moet hij nu 2 keer per dag. Mm-hmm. En ik heb ook de school van Jordi gesproken. En ze zijn hier ook van op de hoogte. En maandag gaat hij gewoon naar school. En als het goed is, gaat hij ook vanaf volgende week op vrijdag naar school. Ja. Dus... Ja, gaat hij 2 keer in de week naar school. En lekker klooien daar. Ja, want hij vindt het wel heel leuk daar. En hij went heel goed, dus dat gaat eigenlijk allemaal wel prima. Ja. Dus ja, wij zijn tevreden. Nou, nog met andere kindjes spelen dan... Ja, want hij is toch wel heel liever alleen. Hij wil niet met andere kindjes spelen, maar dat komt allemaal wel. Alles op zijn tijd. Mm-hmm. Dus ja... Maar wij gaan deze upsen nou ook afsluiten. Wij gaan dadelijk Jordi naar bed doen.
beetje opruimen hier nog. Dus bankzaken en beleggingen. En dan gaan we op de bank duiken. Papa moet even voetbal kijken. Ja, mama gaat vroeg slapen, denk ik. Dus dat betekent ook dat ik vroeg moet editen. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.